van Anne. Dankjewel. Mag ik daar nog een applausje voor? De mens naar Genesis. Dit sluit een heel klein beetje aan bij het vorige gedicht en ook bij de puinhopen. Eerst ontdeed hij de scheiding tussen dag en nacht, tussen het licht en de duisternis. En hij zag dat het goed was. Vervolgens vernietigde hij naar zijn aard het wild gedierte der aarde en al het kruipend gedierte des aardbodems. En hij zag dat het goed was. Toen vernietigde hij de grote walvissen en alle levende, vremelende zielen die de wateren overvloedig lijk voortbrachten en al het gevleugelde gevogelte. En hij zag dat het goed was. En de wateren waren niet meer overvloedig lijk zoals ze waren. De wateren brachten niet meer voort een gevremel van levende zielen. En het gevogelte vloog niet meer boven de aarde in het uitspansel des hemels. Hij zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Want we hadden de heerschappij over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over al het kruipende gedierte over de gehele aarde. Alles was ons tot spijze. We waren vruchtbaar en vermenigvuldigden ons en we vervulden de aarde en wij onderwierpen haar. En het was al zo.